Nou ja, er kijken misschien wel 300.000 mensen nu naar de Grippies. Dus wat mij betreft is de missie wel geslaagd, toch? Om het onder de aandacht te brengen. Marco ja. Sprenkels, je bent incubation manager bij Starters Lift. Voordat we over de Grippie verder gaan, we hebben jullie al eerder aan tafel gehad. Maar het is toch leuk als je even toelicht wat jullie nou precies doen. Starters Lift is een organisatie waarbij wij zeggen is dat goede ideeën mogen niet onbenut blijven. Dat is eigenlijk het idee. En Ad is daar een heel goed voorbeeld van natuurlijk. Maar wat hebben jullie hem gegeven om nu dit punt te bereiken? Nou, Starters Lift, wij zijn er om startende bedrijven gestructureerd en om de valkuilen heen te leiden. Jullie coachen? Wij coachen. We hebben 4 miljoen aan fondsen. 4 miljoen? 4 miljoen aan fondsen. Waar komt dat vandaan? Dat komt onder andere van de Rijksdienst voor Ondernemen, voorheen Agentschap.nl. Provincie Brabant financiert dat ook. En 3 kennisinstellingen. Nou, dan krijg je een mooi bedrag bij elkaar. Ja. Maar het is revolverend geld, dus zoals ze dat zeggen. Ja, het zijn inderdaad. Geen subsidies, nee, het zijn leningen. Ja. Maar dan even helemaal to the point. Was dit er gekomen als jullie er niet waren geweest? Ad had het al toen hij binnenkwam bij ons. Maar hij stoeide met van hoe krijg ik dit nou voor het voetlicht? En ben ik nu de juiste dingen aan het doen? Ad is een voorbeeld van dikke businessplannen en we gaan het businessplan uitvoeren. En wij geloven niet in dikke businessplannen en die vervolgens als een kip zonder kop uit gaan voeren. Waar geloven jullie dan in? Nou, wat wij meer zien is van als je een idee hebt, maak er zo snel mogelijk een product van. Ga zo snel mogelijk naar de markt en leer van die markt. Ja, wij zijn dol op positief nieuws. Noem eens bedrijven die helemaal door jullie ook aan de top zijn. Of ja, spraakmakend zijn, voorbeeldgevend. Nou, een voorbeeld is Happy Fly, een interactief toilet voor heren. Want je tijdens het plassen kun je een spelletje spelen. Oh, ja, echt typisch iets voor mannen. Ja, dat is een mannending, helaas. Oké, volgende. Kinetic Analysis is een mooi voorbeeld. Dat is een bedrijf wat eigenlijk technieken die grote voetbalclubs toepassen, als AC Milan, op sporters voor sportpreventie. Op basis van videoopnames wordt geanalyseerd wat maximale buigingen zijn en dergelijke. En vervolgens kan een fysiotherapeut daar adviezen aan afleiden. Dat hebben we nu gedaan bijvoorbeeld bij het Heren 1 team van Zwart-Wit, het hockeyteam in Breda. En daar komen nu de eerste adviezen uit. Je bent incubation manager. Je was ooit een hele grote ondernemer. Je hebt je bedrijf verkocht aan een beursgenoteerd bedrijf in Amerika. Ja. En denk ik, mis je de thrill niet? Is dit niet te saai voor jou? Nee, helemaal niet. De reden dat ik dit ben gaan doen, is dat ik het heel leuk vind om met alleen maar enthousiaste mensen te werken. Mm-hmm. En starters, bij starters, je spreekt heel veel ondernemers, het glas is altijd half vol. Het is heel positief. En met name innovatieve starters. Dat is dat enthousiasme. Dat vind ik leuk om met die mensen samen te werken. En ik heb me lang geleden is voorgenomen dat ik alleen maar leuke dingen doe. Ja, dat dacht ik al. Ik denk, die jongen die heeft de kans gehad om te zeggen, nu ga ik alleen nog maar leuke dingen doen. Yes. Allerlaatste vraag, want mensen zien dit. Je zei al 2 voorwaarden. Je moet starter zijn en het moet innovatief zijn. Ja. Wat nog meer? Want dan kunnen mensen op zoek gaan naar Starters Lift. Ja, graag. Wat wij zoeken zijn bedrijven in de regio, West-Brabant. Ja. Innovatief, ambitieus. En waar we dan naar kijken is, daar gaan we samen kijken van of je wel een ondernemer bent. Een van de beste adviezen die ik kan geven is, doe het niet. Iedereen is, het is niet voor iedereen geschikt. Ambitieus moet het zijn. En dan zou ik zeggen, kom naar Starters Lift. Kom naar Starters Lift. Ik had je graag een bal aangeboden, maar het zit er niet in. Nee. Misschien straks. De volgende keer tijdens de borrel. Ik wens jullie ontzettend veel succes met alle nieuwe starters in onze geweldige provincie. Tot ziens. Graag gedaan. Dankjewel.